Maar het is een goede goal. Mooie paas van Kaziragi en dan een knappe voetbeweging van de Kroaat. 0-2. Wat een misère voor Juventus plotseling. Ja, nu geven ze het op natuurlijk. Kijk maar naar Vialli, die heeft geen zin meer. Doet er werkelijk niets meer aan. En dan gaat Boxies nog eventjes een sprintduel aan met Porrini. Die probeert dan nog wel in te grijpen, vooral letterlijk. En dan mag Fouzer het afmaken. En dan is het 0-3. Ook dat nog. De derde thuisnederlaag op rij is een feit. Na eerder Torino en Padova is het nu Lazio. Dat Juve in eigen huis klopt. En scoren de aanstaande kampioen eigenlijk niet waardig. Lazio helpt zichzelf in elk geval een eind op weg naar Europees voetbal. Maar aan de absolute top is het nu vooral de vraag of Parma profiteert. Dat gaan we zo dadelijk zien bij de uitslagen. Eerst nog even het laatste nieuws over Paul Gascoigne van Lazio. De Glasgow Rangers beweren met Lazio tot overeenstemming te zijn gekomen over een transfer van Gascoigne naar Schotland. De transfersom zou 12 miljoen gulden bedragen. Gascoigne zelf heeft niet willen reageren op dit bericht. Hier komen die uitslagen uit Italië. Eerste wedstrijd gezien. Fiorentina werd 2-18 treffer.